1940, 1945, dat zijn de jaren van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hoe beleefde Nederland deze bezettingstijd? Op 15 mei 1940 tekende de Nederlandse generaal Winkelman de overgave in het Nederlandse stadje Rijsoord. De koningin en de regering waren naar Engeland gevlucht. Of ontsnapt, het is maar hoe je het bekijkt. Daar stelde zij de Nederlandse regering in ballingschap op. Het stadcentrum van Rotterdam was één grote rokende ruïne, waarin 800 Nederlandse burgers waren omgekomen. Zo'n 2000 Nederlandse soldaten waren omgekomen in de gevechtshandelingen tussen hen en de Duitse aanvallers. De meeste van hen waren gesneuveld op de Grebbeberg, waar een felle slag plaatsvond tussen de zwak bewapende Nederlandse soldaten en de effectieve Duitse aanvallers. Overgavedocument dat generaal Winkelman tekende bevatte niet de overgave van Zeeland, want daar waren nog heel veel Franse troepen gestationeerd. Die moesten eerst de tijd krijgen om terug te trekken en nadat dat was gebeurd werd ook Zeeland bezet door de Duitsers. Het begin van de Duitse bezetting in Nederland was niet zwaar te noemen. Dat kwam ook omdat volgens de Duitsers de Nederlanders werden beschouwd als een Arisch broederras. De hoogste Duitse autoriteit in Nederland was de zogeheten Rijkscommissaris Seyss Inquart. En voor hem werkten zo'n 1500 Duitse ambtenaren. Onder deze ambtenaren werkten Nederlandse ambtenaren. Die moesten dus de bevelen van de Duitsers uitvoeren. Daarnaast was er ook nog de Duitse politie en het Duitse leger aanwezig in het land om de orde te handhaven en ook om paraat te staan aan de kust om een eventuele aanval vanuit Engeland tegen te gaan. Met deze maatregelen wilden de Duitsers het nationaal socialisme in Nederland introduceren. Ze hoopten dus dat de Nederlanders dat zouden gaan overnemen en dit deden ze ook met een hele hoop propaganda. Denk hier aan flyers of propaganda in kranten of radio-uitzendingen of bioscoopjournaals, noem het maar op. En dan was er natuurlijk ook de NSB. Dat was de Nederlandse Nationaal Socialistische Partij. Die werd geleid door Anton Mussert. Nou, nadat de Duitsers Nederland hadden veroverd, kreeg deze partij een hoop nieuwe leden bij. Maar alsnog wilden niet veel Nederlanders lid worden van een pro-Duitse partij. In februari 1941 vond de februari-staking plaats. Deze werd georganiseerd voor de toen al verboden communistische Nederlandse partij. Die deed dit tegen de gedwongen arbeid van Nederlandse werkers in Duitsland. Er waren dus Nederlandse werkers, die moesten dus verplicht aan het werk in Duitsland. Dit heette de Arbeitseinsatz. Nou, dit verviel echter omdat de bezetter tijdelijk besloot de bevelen om Nederlanders naar Duitsland te sturen neerlegde. Echter, wel werden er al Joden vervolgd in Amsterdam. Dus organiseerde de Communistische Partij van Nederland een massale staking. Die begon in Amsterdam en verspreidde zich naar andere Nederlandse steden. Nederlandse werkers legden het werk dus neer. En zo'n 300.000 Nederlanders hebben deelgenomen aan deze staking. De Duitsers reageerden met felle onderdrukkingen en meerdere stakingen deden zich voor in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was dus duidelijk dat de Nederlanders niet vrijwillig het nationaal socialisme overnamen. En dus werden er in totaal meer dan 500.000 Nederlanders gedwongen om voor de Duitsers te werken in Duitsland. En Nederlandse mannen die niet voor de Duitsers wilden werken, die moesten onderduiken. En zij waren niet de enige die onderdoken. Al in september 1940 moesten Joodse ambtenaren zich laten registreren. En spoedig daarna werden ze ontslagen. In het volgende jaar werden Joodse kinderen van school gestuurd. En zo werden de Joden stap voor stap geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij. Joden mochten op veel plekken niet meer komen. Veel restaurants, cafés, parken en het openbaar vervoer was verboden voor Joden. In mei 1942 moesten de Joden de gele Davidsster in het openbaar dragen en spoedig daarna moesten zij zich laten registreren om vervolgens op transport te worden gezet naar Duitsland. Veel van hen zouden niet meer terugkeren. Dit transport verliep overigens via een Nederlands doorvoerskamp genaamd Westerbork.
Een van de bekendste Joodse personen die is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog was Anne Frank. Ze was weliswaar niet Nederlands, kwam uit Duitsland. Met haar familie dook zij onder in Amsterdam. In 1944 werden ze ontdekt en naar verschillende concentratiekampen gestuurd. En Anne Frank zou de Tweede Wereldoorlog niet overleven. 100.000 van de 140.000 Nederlandse Joden overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. Veel Nederlanders probeerden zich aan te passen aan het Duitse bestuur. Naarmate de oorlog vorderde en de Duitsers meer en meer verliezen leden, met name aan het Oostfront, werd de Duitse grip op de maatschappij steeds strakker. Veel Nederlandse producten werden verscheept naar Duitsland en daardoor ontstond er schaarste in Nederland. Voedsel werd op de bon verstrekt. Er werden dus voedselbonnen uitgedeeld, want mensen moesten dus voedsel halen met bonnen. De distributiekantoren waar deze voedselbonnen werden verspreid, werden vaak het doelwit van het Nederlandse verzet. En dit brengt ons op het verzet. Hoe zat het met het verzet? Nou, het verzet was zowel actief als passief. Wat voor verzetsdaden werden er zoal gepleegd? Nou ja, onderduiken of onderduikers in huis nemen was al een vorm van verzet. Het verzet printte ook anti-Duitse pamfletten uit en verspreidde deze. Maakte contact met de geallieerden in Engeland. Benaderde bankiers voor geld voor het verzet. Of hielpen gecrashte geallieerde piloten. Tevens voorzagen ze mensen van valse paspoorten en pleegde moordaanslagen op belangrijke Nederlandse collaborateurs. Belangrijke voorbeelden van mensen uit het verzet waren Hannie Schaft, Gerrit van der Veen, Walraven van Hal en de soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff-Roelsema. En zo zijn er nog vele andere voorbeelden van helden uit het verzet. Het verzet begon aan het begin van de Duitse bezetting met een paar honderd leden, maar groeide uit tot zo'n 25.000 leden. 2000 van hen werden door de bezetter geëxecuteerd en nog eens 4000 van hen overleefden de concentratiekampen niet. Maar waar verzet was, was ook samenwerking met de Duitsers, oftewel collaboratie. Na de oorlog ontstonden er zwart-wit beelden. Je was een goede Nederlander en je zat in het verzet, of je was een slechte en je was een collaborateur. Maar dit was natuurlijk niet zo zwart-wit als dat het lijkt. Er was een ontzettend groot grijs gebied. Burgemeesters. Wat moest jij als burgemeester doen? Bleef jij op je post zitten? En voerde je de Duitse bevelen uit, zo goed en kwaad als dat het kon, in de hoop enig leed te kunnen besparen voor de mensen uit jouw stad of dorp? Of stond je je plaats af aan iemand van de NSB, waarvan je zeker wist dat hij de Duitse bevelen klakkeloos zou uitvoeren? Statistieken tonen aan dat zo'n 10% van de Nederlanders actief collaboreerde met de Duitsers. Sommige van hen gingen in dienst van de Duitse politie. Anderen werkten als informant of spoorden Joden op. Weer anderen meldden zich aan voor het Oostfront. Jazeker, zo'n 2500 Nederlandse mannen hebben in de Waffen-SS gediend aan het Oostfront. Toen de bevrijding daar was, werden vele van deze collaborateurs opgepakt en berecht. Maar ook meisjes die naar bed waren gegaan met een Duitse soldaat werden op straat vernederd, kaalgeschoren en voor moffenhoer uitgemaakt. Ja, je kunt natuurlijk over discussiëren. Waren deze vrouwen nou echt collaborateurs? En dit brengt ons op de bevrijding. Nadat de geallieerden waren geland op het strand in Frankrijk, D-Day, juni 1944, rukte zij op naar het noorden. En in september bereikte zij de Nederlandse grens. Nou, door een miscommunicatie met Radio Oranje, dat was de verzetsradio in Engeland die uitzond naar Nederland, dachten veel Nederlanders dat de bevrijding daar was. En zij kwamen naar buiten en de Duitsers sloegen op de vlucht. 5 september staat ook bekend als Dolle Dinsdag. Want het bleek dat de geallieerden nog niet eraan kwamen. En dus trokken de Duitsers weer terug en bleef de bezetting nog even voortduren. De geallieerden zetten hun bevrijdingsaanval voort. En deze geallieerden bestonden uit Amerikanen, Engelsen, Canadezen en Polen. Echter, bij de grote rivieren kwamen zij vast te zitten. Operatie Market Garden slaagde er niet in
om de bruggen te veroveren. En daardoor bleef het noorden nog even onder Duitse bezetting. En dat even duurde best lang. Want Radio Oranje had de Nederlandse spoorwegmedewerkers opgeroepen om te staken. Wat zij deden. Echter, daardoor kwam er geen voedsel in het noorden. En dit leidde tot de hongerwinter, waarin 15.000 Nederlanders omkwamen van honger en van kou. In april 1945 werd het oosten en het noorden van Nederland bevrijd en op 5 mei 1945 tekenden de Duitsers de onvoorwaardelijke overgave in Hotel de Wereld in Wageningen. De Tweede Wereldoorlog was voor Nederland voorbij. Maar is dat nu echt het geval? Want in het verre oosten zaten Nederlanders nog opgesloten in Japanse interneringskampen. En als je daar meer over wil weten, klik dan hier. Als je nou een video van mij wil zien in het Engels over de Duitse invasie van Nederland, klik dan hier. En ga ook even naar mijn Engelse kanaal, want daar heb ik nog veel meer video's over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.